the Golden Tulip, at the Golden Tulip, at the Golden Tulip Hotel. Life's at its best at the Golden Tulip, at the Golden Tulip, at the Golden Tulip Hotel. This is the place for simple events and for special occasions as well. That's what you find at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel. What you find at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel. Vijfentwintig jaar geleden was dit gerenommeerde hotel aan het Amsterdamse Leidse Bosje een van de initiatiefnemers van de Golden Tulip organisatie. Want toen al was duidelijk dat samenwerking noodzakelijk was, gezien de opmars van de grote buitenlandse hotelketens. Nu vindt hier een ingrijpende verbouwing plaats. En voortaan zal dit hotel Barbizon Center heten. Mag ik u even voorstellen, Leontien. Zij leidt u straks langs een keur van Nederlandse Golden Tulip Hotels. En tussendoor zullen zes van onze culinaire meesters drie feestelijke menus voor u bereiden. Ja, dit wordt eigenlijk een soort kookcursus. Leontien, ben je zover? Dan gaan we nu naar Eindhoven. Want daar gaan we een kijkje nemen in de professionele leskeuken van het Nederlands Zuivelbureau. En hier is dan ons eerste tweetal bezig met de voorbereiding van een zogenaamde amuse-gueule. Een klein hartig hapje vooraf. Links Annemarie Minke van Golden Tulip Heerlen. Dag Annemarie. En naast haar Gregor Riedel, chef-kok van Golden Tulip Centraal in Den Bosch. Terwijl Gregor de bordjes opmaakt met verschillende soorten sla, gaat Annemarie zorgvuldig gefileerde haring pureren. En voegt er een scheutje witte port aan toe. Van de grote spiegel boven aanrecht en fornuis hebben we bij het filmen dankbaar gebruik gemaakt. In een pan water met een extra scheutje witte port wordt gelatinepoeder opgelost, waarna het ingekookte mengsel met de haring wordt vermengd. Daarbij gaat stijfgeslagen room. In de koelkast laten we alles enkele uren opstijven. En dan kunnen we er met een vochtige lepel mooie quenelle van vormen. Tussen twee haakjes, die tweede quenelle zou u ook van palingmoes kunnen maken. Ons wijnadvies hierbij is een Würzburger Stein, een pittige, kruidige frankenwijn met een aangenaam lange afdronk. Maar waar zou Leontien gebleven zijn? Haha, kijk eens aan, in Apeldoorn. Op de hoogste verdieping van dit Golden Tulip Hotel kun je zo vanuit het zwembad de paleistuinen van het Loo inkijken.
Het nabijgelegen jachtslot Sint Hubertus geeft ons een kleine hint voor het volgende gerecht. Een heldere wildsoep, bereid door Annemarie Minken. Let u eens op hoe een professionele kok groente snijdt. Het mes gaat als een slagschaar vlak langs de knokkels van de ingetrokken vingers. Het konijnenvlees met wat wildresten van de poelier is eerst in de oven aangebruind en wordt dan samen met het bouquet garni in koud water opgezet. De soep mag nu rustig een uurtje of vijf trekken. Intussen snijdt Annemarie restjes vlees fijn. Twee eiwitten worden in de pan opgeklopt en samen met het vlees en nog wat groentesnijsel dient dit mengsel om de soep straks helder te maken, te clarifiëren zoals dat heet. De inmiddels grof gezeefde soep wordt overgegoten, een scheutje madeira erbij en na opkoken en passeren is dit het resultaat. Met currypoeder vermengde slagroom en wat bieslook completeren deze verrukkelijke heldere wildsoep. Als wijn drinken we gewoon de Frankenwijn door. En dan mag u eens raden waar we nu naartoe gaan. Juist, naar Den Bosch. Bij de kathedraal, de Sint-Jan, wacht ons een bijzonder leuke verrassing. Toevallig treden die middag vendelzwaaiers op. Trouwens, wat vindt u van hun vendels? Blauw en geel, de kleuren van Golden Tulip. Nou ja, het zijn natuurlijk oude heraldische kleuren, maar toch. Overigens, we zijn niet zomaar in Den Bosch, want op de markt bevindt zich het roemruchte Golden Tulip Centraal. Elke zondag staat Gregor Riedel daar aan het hoofd van zijn witte brigade, die de brunch serveert. Dit lopend buffet is bij de Bossenaren geweldig in trek. Ja, dit is echt ouderwetse gezelligheid. Met natuurlijk een moderne manier van betalen. Terug naar Gregor Riedel in zijn eigenlijke domein, de keuken. Hier bereidt hij een van zijn specialiteiten. Slakken in gistdeeg met brandnetelsaus. Eerst is het deeg aan de beurt, want dat moet in de oven 3 maal een half uur rijzen. Hé, er schijnt iets te ontbreken. Ach ja, bier natuurlijk. Gregor maakt eerst een kuiltje en roert dan voorzichtig het bier door de massa. De bloem mag het bier niet te snel opnemen. De oven staat al op 70 graden. Het gistdeeg kan beginnen te rijzen. Elk soort blik kan moeiteloos worden geopend met deze elektrische opener. Het gedeelte waar Gregors duim losjes op rust, kan er helemaal af. Dat is ideaal om het mesje onder de kraan goed schoon te kunnen maken.
Het vierkante blokje is een magneet die voorkomt dat het deksel in het blik terugvalt. We maken nu even een kleine sprong in de tijd. Het deeg is inmiddels klaar voor gebruik. Dunne reepjes spek worden bestreken met pâté. Een slakje wordt erin gerold. En dit alles wordt dan in deeg verpakt. Als vorm kunt u bijvoorbeeld vuurvaste eierdopjes gebruiken. Ziezo, die kunnen 20 minuten de oven in. In een koekenpan heeft intussen de room flink staan inkoken, zelfs een beetje te veel, maar dat is gauw gecorrigeerd. En dan kunnen nu de brandnetels gesneden worden. Wees u maar niet bang, als u ze in een vergiet 10 minuten onder de koude kraan heeft gehouden, dan prikken ze echt niet meer. U kunt trouwens in plaats van brandnetels ook bijvoorbeeld citroenmelisse gebruiken. Zorg wel voor goed voorverwarmde borden. Als ze niet overvast zijn, warm ze dan gewoon in heet water en droog ze snel af. Als wijn adviseren we een volle witte Bourgogne, zoals deze Montagny Premier Cru. Die kunnen we bovendien perfect doordrinken bij het hoofdgerecht, gepocheerde zalm met sauce hollandaise. Terwijl Gregor de mooiste moten in de visfond pocheert, begint Annemarie de saus te monteren, zoals dat heet. Ze klopt de eidooiers met visfond au bain-marie. Want bij een temperatuur hoger dan 37 graden Celsius stremt eigeel, waardoor de saus onmiddellijk zou gaan schiften. Klontje voor klontje gaat de koude boter erbij, totdat de saus op de gewenste dikte is. Leontien gaat nu even een kijkje nemen in Golden Tulip Heerle. Het hotel met zijn sfeervolle spiegelbar. Hé, een blauwe cocktail? Nou, hij smaakt best lekker hoor. Toch prefereert Gregor oranje sinaasappelsap voor zijn fameuze vruchtenpaté. Hij gebruikt hier een hele mooie antieke vorm met een ronde bodem. Maar in een plastic bakje kan het natuurlijk net zo goed. Thank you.
als de vruchtenpaté een nacht in de koelkast heeft gestaan, kun je er prachtige plakken van snijden. En natuurlijk kun je ze naar eigen fantasie garneren. Een sauterne, zoals deze Château Villefranche, is hierbij niet te versmaden. En hij vormt een mooie aanloop naar de oude port die we straks bij deze schitterende Hollandse kaas gaan drinken. Maak ook eens van die decoratieve variaties. Alle recepten vindt u bij uw videocassette. Zeg, Leontien, kom eens achter die camera vandaan. Laat je nieuwe bikini nou toch eens zien. Oh nee? Nou krijg je ook geen kreeftensoep. Voor die kreeftensoep tekent Kees Versteeg, chef-kok van Golden Tulip Fiji in Zeist. De kreeft wordt aangezet in de pan en krijgt daar zijn rode kleur. Wist u trouwens dat er ook soepkreeft bestaat? Vraag er maar eens om bij uw vishandelaar. Kees Versteeg maakt er in ieder geval een prachtige, heldere soep van, die menigeen prefereert boven die eeuwige gebonden bisque. Ja, ja, kreeftensoep, hè? Nee, nog even wachten, Leontien. Na het bouquet garni moet er nog tomatenpuree in. Cognac. En visbouillon met witte wijn. Intussen stellen wij u Harry Keulers voor, van Golden Tulip Zuid-Limburg in Epen. Hij bereidt een aardige variant op de overbekende soepstengels. Kleine, brosse croissants, echt niet moeilijk om zelf te maken. Geel geeft ze straks een mooie, diepe glans. En dan komt er nu een belangrijk moment, het passeren van de soep. Ja, ja, daar zagen we de soep passeren. Oh nee, pardon, passeren is natuurlijk het culinaire woord voor zeven. Eerst worden de grootste stukken opgevangen en de mooiste hapjes kreeftenvlees eruit gehaald. Dan slaat Kees de eiwitten door de nog troebele soep, blijven roeren, anders hecht het eiwit zich direct aan de bodem. En zodra alles kookt, bindt dit eiwit alle ongerechtigheden, net als bij Annemarie's wildsoep. Nog één keer gaat alles door een passeerdoek in een zeef en we hebben een volmaakt heldere kreeftensoep waarbij zo'n geraffineerde pouilly fumée precies het juiste accent geeft. Hoe schoon ons Limburg is. Dat geldt zeker ook voor golfclub Wittem, vlakbij Epen, waar vele gasten van Golden Tulip Zuid-Limburg al gespeeld hebben. Golden Tulip Zuid-Limburg. Daar zwaait Harry Keulers de culinaire scepter. Voor gerookte duivenborst, want dat is zijn volgende gerecht, gebruikt hij een heel simpel rookoventje.
Vergeet niet het beukenzaagsel rijkelijk te bedekken met geurige kruiden voordat het rooster erop gaat. En doe het maar liever niet binnenshuis, vanwege de walm. Het beste kunt u voor het vuur een steelpannetje met zout gebruiken. Dat verdeelt de spiritus, zodat de vlam gelijkmatig brandt. Een mooie wijn hierbij is een Savigny Les Beaunes, met zijn boeket van zwarte bessen en een rijke, fluwelige afdronk. Voor een prachtig uitzicht over de Maas bent u welkom in Golden Tulip Maastricht. Tijdens de Europese topconferentie van 81 hebben hier heel wat hoge gasten gelogeerd. Margaret Thatcher, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, kortom, alle Europese regeringsleiders hadden toen hun intrek genomen in de ruiterij, de dépendance tegenover de hoofdingang. De menus zijn helaas niet bewaard gebleven, maar zo'n groentegarnituur als dat van Harry Keulers zouden ze beslist niet hebben versmaad. Hij begint met wenkelknollen, die van huis uit al naar anijs smaken, en daarom geeft Pernod er een geraffineerd accent aan. Van courgettes snijdt hij kleine schuitjes. Evenals trouwens van de aardappels, die in die vorm pomme château heten. Ten slotte komt de broccoli aan de beurt, die maar heel kort mag koken om niet slap te worden. Zodra alles gaar is, gaan alle groenten in een kom met ijswater, waardoor het kookproces onmiddellijk wordt gestopt. Warmen doen we alles straks wel in de magnetron. Kees Versteeg maakt intussen de botjes van de lamskoteletten schoon. Dat doet hij en voor het oog en voor de smaak. Natuurlijk drinken we hier de Savigny Les Beaunes gewoon door. Zo'n mooie fles moet op, vindt u niet? Als we in het Geuldal komen, ditmaal bij de Geule Mormolen, dan zijn we al niet ver meer van het pittoreske stadje Tarn, ook wel La Ville Blanche geheten. Processies, zoals deze van de schutterij Sint-Michaël, worden overal in deze traditierijke streek regelmatig gehouden. Het is niet makkelijk afscheid nemen van zo'n sfeervol stadje, maar Kees Versteeg maakt veel goed. Vooral als hij ons leert hoe je een ouderwetse suikerspin maakt. Over 3 lepels die op het aanrecht met plakband zijn vastgezet, wordt de zeer hete suikerstroop van wel 150 graden met een garde tot dunne draden geslagen. Doe dat maar liever ergens buiten, want deze keuken zat nog dagenlang onder de gestolde suikerdruppeltjes. Maar mooi is hij wel, onze suikerspin, vindt u niet? Oblies maakt Kees in een schabloon. Maar het kan ook met je vingers. De nog warme oblies laten we boven een kopje in een kelkvorm hard worden. Thank you.
gruchtjes voor de garnering en kaneelijs completeren deze compositie. Als kroon op het werk gaat er een toefje gesponnen suiker in elk oubliekelkje. Tulipe d'or, zo noemt Kees dit meesterwerkje. Leontien stelt nu ons laatste koppel voor. Mischa Fink, souschef van Golden Tulip Paterswolde, en Hans de Leers, chef-kok van Golden Tulip Schiphol. Hans heeft zojuist de kalfsniertjes opgezet voor een amuse-gueule met een duidelijk oosterstintje. Ragout van niertjes in een buideltje van rijstpapier. Dit papier is in elke toko te krijgen. Om het zacht en plooibaar te maken, leggen we het tussen twee vochtige theedoeken. Als de fijn gesneden niertjes gebraden zijn, worden ze verdeeld over de partjes rijstpapier. Elk builtje wordt dichtgebonden met een sprietje bieslook en dan gaat alles in een Chinees stoommandje, waarvan de bodem bedekt is met een blad of een stukje aluminiumfolie tegen het aanzetten. Een gewone metalen zeef maakt elke pan tot een stoompan. Zorg alleen dat de waterspiegel onder het mandje blijft. Om de nog warme builtjes op de borden te leggen, worden vuurvaste vingers zeer warm aanbevolen. Onze wijnkeus hierbij is een Schloss Grafenegg, een van Oostenrijks beste wijnen. Leontien, waar breng je ons nu naartoe? Aha, naar het stijlvolle Jan Tabak, waarvan het totale interieur ontworpen is door Muster en Partners. Leontien gaat ook even een kijkje nemen in een van de kamers. Allemaal natuurlijk met kleurentelevisie. Hey, dat is ook toevallig. Op het videokanaal zien we Hans zojuist beginnen aan zijn kreeftensla. Onder de snijplank heeft hij een vochtige doek gelegd. Zeer aan te bevelen tegen onverwacht verschuiven. Darm moet eruit, maar het kopvlees wordt door een zeef geperst en met de mayonaise vermengd. Het mooie staartstuk gaat even apart. Maar hoe krijg je die scharen kapot? Hans doet dat met de achterkant van zijn mes. Ja, je moet hem wel goed vasthouden, maar dan klein tikje hier, klein tikje daar. Zou het lukken? Nou... Ja hoor, perfect. De kreeftenhelften worden nu gevuld met ijsbergsla en mayonaise. En daarbovenop komen de staartstukjes. Ja hoor, dit is kreeft op zijn allerbest. Daarom vinden we ook dat er een sublieme wijn bij hoort. Zoals deze Chardonnay van Jean Leon. Een Spaanse wijn van absolute wereldklasse met een schitterende afdronk.
Nou, dit kan niet missen, hè? De Dam in Amsterdam met het Golden Tulip Hotel Krasnapolsky. Als in de befaamde wintertuin het dagelijks ontbijt is afgeruimd, beginnen vaak meteen al de voorbereidingen voor een stijlvolle ontvangst of een schitterend banket. Maar zeker niet minder sfeervol is het restaurant Le Reflet d'Or. Voor een perfecte zakenlunch, maar ook voor hele bijzondere gelegenheden. Overal in de hal vinden we kleine boutiquejes. Er is zelfs een echte diamantslijper aan het werk te zien. Een briljant idee is trouwens de manier waarop Mischa Fink een simpel kopje soep weet te versieren. Een rond plakje bladerdeeg wordt met eigeel op het vuurvaste kommetje vastgezet. Waarna ook de bovenkant nog even wordt bestreken. Dan gaat alles een klein kwartier de hete oven in. En het resultaat is een feestelijk kopje soep met een heerlijk knapperig korstje. Voor de saus bij de kalfsoesters laat Hans de Leers een halve fles sauterne met de bouillon inkoken. Zeg Hans, ik weet best dat dit een hele dure fles sauterne was, maar waarom ook niet? Goede wijn of helemaal geen wijn? Als u nog geen volleerd kok bent en dus af en toe moet raden of het vlees al genoeg gebraden is, neem dan één stukje meer dan u wilt opdienen. Daarmee kunt u dan experimenteren. Kijk, zo is het perfect. Rosé, zoals dat heet. Die bouillon tussen twee haakjes, die had Hans nog over van een vorige keer. Zo bewaart hij die altijd. Heb je wat nodig, dan haal je er een paar blokjes uit. Na toevoeging van crème fraîche monteert Hans de saus net als Annemarie. Klontje voor klontje koude boter erbij. Ten slotte gaan er heel fijn, oftewel brunoise gesneden stukjes appel in. Oh ja, en ook nog een beetje peper. Kijk, en zo snijdt Mischa Fink nou een rauwe aardappel. De punt van het mes blijft in contact met de snijplank. Alle plakjes gaan dakpansgewijs in een ovenvaste schaal. Met eieren opgeklopte slagroom en geraspte kaas eroverheen. En de aardappeltaart kan de oven in. 3 kwartier op 175 graden. Heeft u venkel wel eens in de vorm van een lepel gesneden? Wortelpuree kleurt er prachtig bij. En om alles precies op tijd warm te kunnen opdienen, is de magnetron natuurlijk onmisbaar. De wijn bij dit schitterende gerecht is een Château Clair Milon. Een krachtige rode wijn met een rijk bouquet en een stevige afdronk. Een betaalbare topwijn uit de Bordeaux. De Amsterdamse Westertoren is vaak bezongen, maar soms zijn hier heel andere klanken te horen. Als muzici van naam concerteren voor het befaamde Hotel Pulitzer. Met het applaus voor Daniel Waaienberg nog in gedachten,
besluiten we dit menu met een feestelijk nagerecht. Micha heeft banketbakkersroom vermengd met mandarijnsap, citroensap en bananenpuree. En daarna de respectievelijke vruchten weer opgevuld. Op een toefje slagroom komen allerlei stukjes vers fruit. Ook kiwi. En daarvan heeft hij bovendien een dikke saus of coulis gemaakt. En met een dunne garneerspuit heeft hij op ieder bord een klaverblad gespoten, zodat de coulis niet kan uitlopen. Inderdaad, een feestelijk nagerecht. Geen wijn? Wel nee, bij vruchten is wijn vaak overbodig. De pendelbus van Golden Tulip Schiphol komt passagiers ophalen. Maar daar gaat iets bijzonders aan vooraf. Want voor het eerst in Nederland kun je in het hotel inchecken. Alle apparatuur, alle terminals staan hier, net als in de vertrekhal. Alleen hoef je nu niet meer in de rij te staan wachten. Alles wordt geregeld, inclusief vervoer van de bagage naar de luchthaven. Maar er is hier binnenkort nog veel meer nieuws te verwachten. Een formidabele uitbreiding met een verdubbeling van de zalencapaciteit, een fitnesscentrum en 74 nieuwe kamers. Trouwens, bouwactiviteit genoeg bij Golden Tulip, zoals het Barbizon Palace bij het Amsterdamse Centraal Station en het indrukwekkende congres- en expositiecentrum in Maastricht, een project van Wilma Vastgoed, met ook hier een Golden Tulip Hotel. Hé, die Audi heb ik vaker gezien. Leontiens volgende pleisterplaats is het aloude familiehotel Figi in Zeist. Hier resideert Kees Versteeg. En het hotel is dan ook beroemd om zijn eigen patisserie en chocolaterie. Daarom tussendoor nog even een heel eenvoudig recept voor friandise. De metalen vormpjes waar dit deeg in gaat zijn overal te krijgen. Een beetje amandelspijs erin. En wat vruchtjes erop, zoals ananas. Of gember. Ten slotte bestrijken met een beetje honing. En zo tovert ook u een heerlijk gebakje op tafel. Vlakbij Figi ligt het schitterende slot Zeist, waar stijlvolle ontvangsten en waarlijk vorstelijke banketten exclusief door Figi worden verzorgd. Vandaag is hier een select gezelschap bijeen om een pas gekweekte nieuwe tulp ten doop te houden en deze symbolisch aan te bieden aan Leontien. Natuurlijk mag champagne hierbij niet ontbreken. En het is de loco-burgemeester die de plechtige besprenkeling verricht van deze tulp, die voortaan officieel de Golden Tulip zal heten.
the Golden Tulip, at the Golden Tulip Hotel. Life's at its best at the Golden Tulip, at the Golden Tulip, at the Golden Tulip Hotel. This is the place for meeting your friends and for beautiful banquets as well. That's what you find at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel. That's what you find at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel, at the Golden Tulip Hotel.